Tot slot naar Nijmegen. Daar werd de voordeur van een woning opgeblazen terwijl de bewoners thuis waren. En het gebeurde aan de Molenweg. Ja, Jennifer, er zijn geen beelden van. Wat kunnen jullie ons hierover vertellen? Nou, de bewoonster die lag te slapen toen zij wakker werd van een hele harde knal. Alsof ze zwaar vuurwerk hoorde. Nou, toen rook ze ook nog eens een brandlucht toen ze opstond. Dus toen heeft ze meteen 112 gebeld. Toen ze eenmaal beneden aankwam, zag ze dat er allemaal glas- en houtsplinters over de vloer lagen van de voordeur, waar eigenlijk alleen nog maar het frame van over was gebleven. Ja, vreselijk als dit je overkomt. En dit was ook niet de eerste keer, hè, dat er wat werd vernield aan deze woning. Nee, dat klopt. De vernielingen spelen al een tijdje. In augustus werd er al meerdere keren met een steen door de ruit gegooid en nu dus zwaar vuurwerk. Dus dat heeft natuurlijk een enorme impact op het gezin. Ja, dat kun je wel stellen. Wij spraken de bewoonster van deze woning. Mijn dochter is autistisch en heeft een sociale angststoornis. En nu met dat ingooien van die ramen is zij zo angstig geworden dat zij niet meer naar school durft. 'S Avonds douchen durft ze niet meer. Dan moet ik achter de deur staan. En zeker dat laatste incident met die vuurwerkbom. Maar wij schrokken natuurlijk van de knal. Maar ik begrijp niet dat mensen dit gewoon bewust doen, zeg maar. Ik bedoel, we leven mensen in een huis, hè. Ik bedoel, ja, we hadden 2 minuten daarvoor stonden wij daar nog, hè. Ja, erg aangrijpend dit. Hebben jullie enig idee wie hierachter zit? Nou, we zijn nog volop bezig met het onderzoek. Juist omdat het zoveel impact heeft op het gezin, willen we natuurlijk weten wie hierachter zit. Omdat het zo lang speelt, zou het heel goed kunnen zijn dat er over gepraat wordt. En als dat zo is, dan horen wij daar natuurlijk ook graag meer over. Kunt u de politie aan meer informatie helpen of weet u wie er achter deze vernielingen zit? Laat het ze dan weten op de bekende nummers. En anoniem tips doorgeven kan dus ook via Meld Misdaad Anoniem op 0800 7000.